Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ja. Ja, nou dat was weer lekker vrolijk, Sander. Het lijkt wel het begin van vorige aflevering. Bruh, check deze Pokémon. Ik heb een Diggersby, trash. Ik heb een Durant, die zou misschien wel goed kunnen zijn. Ik heb een Heatmore, zou misschien ook wel goed kunnen zijn. Ik heb een Lantern. En ja, het is gewoon kut. Ik wil gewoon mijn Greninja terug, ik wil gewoon mijn Drapion terug, ik wil gewoon heel veel Pokémon terug. Snap ik. Maar ik moet naar onder, zei jij. Ja, en dan moet je zorgen dat je weer over de brug heen gaat, zeg maar, en dan door naar Snowballs. Over de brug en door het moeras. Ja, gaan wij naar oma toe, zoiets. Ik heel even ga doen, aangezien je een stukje achterloopt en we niet zo heel lang meer duurt voordat we bij de ding zijn, bij de leak, wil ik niet te ver vooruit lopen. Dus ik ga, zoals jullie van me gewend zijn, weer heel even shiny hunten en Sander eventjes door het volgende stukje heen loodsen. Ik wil net zeggen, deze serie in één zin. Sander loopt een beetje achter. Oh, ik ben wel over de brug nu. Is het zo'n hangbrug waar ik overheen moet? Ja. Ja, nee, dan heb ik het goed gedaan. Oh, een tweeling. Oh, nog nooit gezien in het leven. Snowbell City, where the grass is green and the girls are pretty. Echt wel. Ik weet niet hoe de girls hier uitzien, dus dat misschien een beetje... Wat je nu moet doen, je moet ergens onder in het stadje, je moet eerst een stuk naar links lopen en dan naar onder moet je de forest in om de gymleader te zoeken. En dat is best wel een beetje een doolhof, dat forest. Nee. Dan weet je dat in ieder geval. Geen doolhof. Toch wel. Why? Even kijken, hoezo staat er niet hoeveel ik heb? Oh, dan moet ik eerst... Oh, ik moet eerst er even op drukken. Wat kut. Foost Tour, ja, doe maar gewoon 14 of zo, joh. Dan heb ik weer 25, daar kan ik wel vooruit. Dus. Ja. Ja. Ik moest eerst naar onder en dan naar links of zo? Ja. Nee, eerst naar links en dan een beetje naar onder en dan moet je naar zo'n bos, zeg maar. Een forest. Oké. I guess. Oh nee, nu heb ik de Pokeball gemist. Oh. Oh ja, nou die heb ik ook niet gepakt. Ik weet ook even niet uit mijn hoofd hoe je die moet pakken. Ja, ik wist het wel, want ik was er zo net totdat ik slide eroverheen. Burstor, boom! Lekker bezig. Nu heb ik wel 26 in plaats van 25. Ja, 1 in leven. Kan mijn brein niet aan. Ja, nee, dat kan mijn brein niet aan. Oké, ja, ik denk dat het hier is. Oh, dit is zo'n forest, ja. Ja, en Winding Woods. En uiteindelijk moet je aan de andere kant van de forest eruit en daar is de gymleader en dan moet je gewoon weer terug naar het stadje. Oké. Je kan mijn Eevee even weer... Dat klopt, ja. Hier is een Moss Stone. Ik weet niet, ben ik een beetje te zien met de camera? Want de vorige keer ging dat ook fout. En ja, het is goed. Het is goed. Oh, ik heb daar Among Us Pokémon! Ja! Ja! Mag ik deze vangen? Ik ga hem niet gebruiken, maar ik wil hem gewoon vangen om Among Us te noemen. Please. Om hem nog langer te laten duren. Ja, nee, tuurlijk. Nee, tuurlijk mag. Nou, en? Ik wil hem Among Us noemen. knock yourself out, zou ik zeggen. Oké, in zo'n kwikballetje, zo'n Among Us Pokémon, kom op, dat is toch easy catch. Precies. Gewoon even 2 euro lap of 4 of 16. Ik weet niet hoe duur Among Us is, maar... Niet zo heel duur, volgens mij. Inderdaad niet zo duur. 4 euro, dacht ik. 4 euro. Nou, dat is redelijk. Oh, ik mag hem eigenlijk niet hebben. Hij is gras en poison, dus. Ja, jij mag hem niet gebruiken. Ja. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Ik wil hem gewoon Among Us noemen. Ja. Hier doe ik het voor. Hij gaat ook gewoon direct in verderf. Hij weet waar hij thuis hoort. Ja, hij gaat direct in de goede box. Moet ik nou nog een keer vechten? Oh, Trevenant. Dat is Ghost, dus die mag ik niet. Oh, die mag ik wel, bedenk ik me net. Ja, nou...
Je haalt me de woorden uit de mond. Ja, ik ben weer terug bij waar ik was. Volgens mij heb ik een Phantom gevangen de vorige keer. Moet ik heel even spieken. Oh, dit ziet er niet echt uit alsof ik hier verder kom. En dan zou ik dat nog even doen. Kijk. Nou, zo'n Shiny Trevenant zou ik voor gaan. Daar ben ik ook voor aan. Dat is echt een vette. Mm-hmm. Eens even kijken. Ja, die moet ik ook ooit nog shiny. Want ik weet niet, zit Phantom in Sword and Shield? Nee, zeker. Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Oh. Maar ik durf nou, niet het zeker aan te zeggen. Ja, dan moet ik het misschien een keer doen. Oh, een dual battle. Ik had deze ook aanzien komen, eigenlijk. Oké, maakt niet uit. We gaan naar Stallman. Ja, smart. En dan gaan we naar... Licht. Oh nee, Heatmore is natuurlijk ook bug. En dat is not very effective, toch? Heatmore is geen bug. Oh, Heatmore is geen bug. Oh. Vandaar dat Bugbite niet step is. Ik zag het al op de Wikipedia. Toen dacht ik, haha, wat dom. Ze weten de typings niet. Maar schijnbaar weet ik de typings dus niet. Yep. Ai. Hij is pure fire, is die. Vind ik wel... Oké, ja. Voor dit keer leef ik er maar mee, maar... Het doet wel pijn om er mee te leven. Maar goed, dat komt ook goed uit met het intro moment. Oh god. Discharge. Oh, dat ruimt Stallman ook natuurlijk. Die mag ik ook vangen. En aangezien ik toch bezig ben nou. Ja, ik zou het doen. Iron Head killt gewoon eindelijk. Die steel type, dat is wel echt een toppetje. Ja, dat is mooi. Dat is misschien mijn enige redding. En hoe hoog was het gym leader? Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Oh. Maar ik denk, jij bent een Pokémon Master, jij weet dat, maar... Ik ben ook een Pokémon Master. Maar ik weet het niet. Dat dacht ik. Dus. Maar Sander, ik ben dus, ik heb dus vakantie, hè? En ik heb dus de hele Avatar The Last Airbender teruggekeken. Ik ben net klaar. Toen jij zei van, oh, ik kan nu wel opnemen, toen was ik de laatste aflevering aan het kijken. Ah, kijk. Nice. Heb je er weer van genoten? Ja, zeker, zeker. En weet je, dat stukje dat Appa kwijt is, dat viel uiteindelijk wel mee. Zo heel lang is dat helemaal niet. Het voelde vroeger langer dan wat het, kijk, wat het is. Dat zeg je nu, omdat nu heb je zo de hele tijd dat je dacht van... Oh, dat stuk is echt lang. Oh, dat is zo lang. Oh, Appa is zo lang kwijt. Waardoor je dus denkt dat het veel langer is. Ja. Maar de volgende keer dan ga je dus weer onderschatten. En dan denk je, Appa was helemaal niet zo lang kwijt. En dan denk je, wat? Hoezo is Appa zo lang kwijt? Dus dan wordt het weer heel kut. Zo werkt het leven. Nee, maar... Nou, ja, eigenlijk wel. Ik heb geen idee welke kant ik op moet. Ik snap hier niks van. Oh jee. Ik kom alleen maar trainers tegen met Klefkies en andere psychic fairy types. Ja. Weet je wat je dan moet doen? Fire. Afmaken. Ja, ah, misschien wel. Want alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Zeker, zeker. Ik ben altijd bang als ik aanval. Ik snap het wel. Oh nee, en Azumarill. Oké, jongens. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze serie. Gaat ie weer. Nee, ik heb een lichtpuntje. Het enige lichtpuntje in deze serie. Nee. Oh, ik ben ook een lichtpuntje. Dat is waar. Sorry, helemaal vergeten. Oh, ja, bij jou... Sander, ik ga heel eventjes zelfpromotie doen en even influencen. Gaat die weer hoor. Morgenavond, dat is dus niet morgenavond als in na deze video, maar echt morgenavond. Als je snapt wat ik bedoel. Ja? Ja. Ga ik als het goed is met Justin Mario Party streamen. Dus als je wil kijken, dan ben je zeker welkom. Dat is wel zo'n pochertjes. Alleen,
Ik ben mogelijk morgen heel salty. Nee. Hoezo ben je morgen heel salty dan? Ik heb morgen een herkansing. Oei. Met een beetje pech gaat hij heel slecht. Kijk, dan ben ik in een goede mood, want ik heb altijd, als ik denk hij ging slecht, dan gaat hij altijd goed. Ah. En als ik denk hij ging goed, dan gaat hij slecht. Dus ik hoop dat ik gewoon verwacht dat hij heel slecht ging en dan valt het hartstikke mee. Wat een logica. Nee, nou, dat is heel vaak zo. Vaak als ik denk van, yo, deze toets ging echt goed, dan krijg ik een vet slecht cijfer. En als ik denk, ah, deze toets, ai, hoe die wordt nou voldoende, dan wordt het ineens voldoende. Echt zo. Aha. Snap het ook niet. Nee. Ik ook niet. Oh, een boom. Ik dacht, dit is het midden, omdat er zo'n boom precies in het midden stond. Ik denk, dat is natuurlijk perfecte plaats voor de gymleader om te wezen. Nee, je gaat dat echt het niet. Bos uit, zeg maar. Bos uit, dat kan toch? Ja. Oh, dus dan moet ik weer naar rechts. Nee. Onderin en onderin links ga je ergens het bos uit. Onderin links. Oh, maar dan kom je ook op een andere plaats weer terug of zo. Ja, dan kom je op een soort grasveld, kom je dan. Oh. Ik blijf het deze Among Us worden. Doe eens. Sorry, game. Maar dat moest. Ik zou je haast tweeten, sorry. Maar... ik doe het niet voordat mensen me gaan framen dat ik Among Us heb gedood. Ze kunnen me niet framen als ik het gedaan heb, bedenk me nu. Dat klopt, ja. Oké, okay, oh. I did it. Furfroes. Jordi. Je favoriete Pokémon. Oh, nee. Over Jordi gesproken. Hij stuurde mij net een berichtje ook. Maar ik dacht dat hij zag dat we aan het opnemen waren. Omdat je dat kan zien. Omdat ik op Discord sta dat ik Citra speel. Oh, Jordi, ze zijn terug. Ze zijn terug. Jordi's favoriete Pokémon. Jordi wil het liefst dat elke Pokémon een Furfrou was, wist je dat? Ja. Dat, hij is wel de Furfrou lover. Ja, he's a Furfrou lover. Kijk, zeg maar, hij heeft een haat aan elke Pokémon behalve dan precies Furfrou. En ja, ik snap het ook niet hoor, maar ja, dat is hoe hij rolt. Ja. Oh, dit was niet eens een... Nah. Niet eens een 1-hit KO, zo'n Goffita. Ik denk, met zo'n Doge kun je die makker killen, maar nee. Maar is die dude weggegaan nou? Ja, hij is gone. Oké, ja, dan kan je weer terug naar het stadje, zeg maar, en de gymleader bevechten. Je doet nu alsof ik de terugweg weet. Ja, je kan ook flyen, maar ja, je hebt geen fly Pokémon bij je. Oh, misschien weet ik de terugweg. Ja, hier was dat... kind. Ik wou iets voorzeggen, maar toen dacht ik, dat is niet lief. Ah, wat kut kind? Ja, misschien wel. Behoort tot onmogelijkheden. Ik kan zo'n Noctil vangen. Ja, dat zou inderdaad... Oh, dan ik heb mag ik die wel trouwens een flyer. Ook. Heb ik wel een flyer? Ja, die kan je vangen. Die mag ik trouwens ook nog vangen. Ja, ik zou zeggen... ja, je hebt een goede flyer, want je hele team is flying. Ja, ik heb een Charizard en een Swanna die kunnen flyen, eventueel, als ze zouden willen. Ik dacht dat jij een hele team vol flying types had, want er was nog zo'n intro moment. Maar is dat zeker weer veranderd? Oh, ja, nee, dat klopt. Ja, ik heb ook nog een... ja, maar ik weet niet of hij flying type is, even kijken. Ja, ik heb 3 flying types. Jan Mega is ook een flying type. Ja, zie. Deze Noctil doet er wel veel te moeilijk. Oh, hij wil gewoon in een pokebal gevangen worden. Ik snap het wel. Bruh, zeg het dan. Ik allemaal great balls gooien, denkt hij. Nee, ik wil gewoon een pokebal. Ik wil gewoon een pokebal. Nou, oké. Okay. Vooruit. Dat mag het. Ik noem... Vincent. Roku. Hoe? Roku. Oh nee, hij is dood. Nu al. Volgens de box dan. Ah, oké. Okay. Dat ben ik het niet zeggen. Mee eens, eigenlijk. Weet je nog, ik zei dat ik wist hoe ik hier wegkwam? Dat was zeker weer niet waar. Nee, dat was mogelijk.
Nee, nee, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Ik heb een klein calculatiefoutje gemaakt, maar... met mijn skills kom je daar altijd wel uit, weet je wel. Ja, maar Sander, als wetenschapper mag je geen klein rekenfoutje maken. Dan ontploft straks je hele reageerbuisje. Nee, dat... dat is niet hoe dat werkt. Oh. Kijk, tuurlijk... is het onhandig, want dan... ja, als jij een rekenfoutje maakt, dan ligt eraan of je het overal doet of niet. Maar dan, als je het bij eentje wel doet, dan denk je van, wat is hier gebeurd? Maar dan kun je nog jezelf herpakken. En dan zie je zo van, nee, die ligt er wel heel erg uit uit de lijn. Aha. Ja. Wetenschap maar voor jullie allemaal helemaal niet interessant. Dat jullie het snappen. Dus je noemt ons gewoon dom, dus dat eigenlijk... Omdat ik scheikunde studeer, wat helemaal niet zo is. Jij noemt ons gewoon dom, Sander. Ik kan studeren. Ik weet niet of ze het ook halen, maar... Nou, jij moet toch gewoon een herkansing doen morgen? Ja, nee, maar dat is voor onderwijs shit. Ah, oké. Okay. Dus dat komt gewoon, ik kan gewoon geen leraar zijn. Ik hoorde jou net kutkinderen zeggen, dus ik weet niet of dat wel goed gaat komen. Nee, dat gaat ook niet goed komen. Je kan het, Sander, ik geloof in je. Oké, ik ben nu wel in die gym. Oké, nice. Ik weet niet of dat eigenlijk al moet, maar ik denk... Ja, want die heb ik ook al gedaan, dus... En dan ben je net zo ver als ik als je de gym geslagen hebt. Oh. Ja, maar voor jou was het een stuk moeilijker met al je flying types waarschijnlijk. Nee hoor, ik heb Charizard. Alles een one kill. Doe maar weer duur. Doe maar weer... Duur. Stoer of duur? Mag allebei. Cloyster, nee. Doe nou niet. Ja, nu ga ik dood. Nee, ik ga niet dood, maar ik ga wel niet one hit KO'en, denk ik. Dat denk ik ook. Oh, ja, misschien met een lichtpuntje, een discharge. Misschien. Je kan dat doen. Ja hoor. Mijn discharge is gewoon goed genoeg. Huts. Maar deze chick is al level 55. Dus waarschijnlijk ben ik wel underleveld. Zucht. Wel, nee. Jawel. Ik hou wel echt van de gymmuziek. Ik zou zeggen, zet hem voor altijd aan. Nee, dat doe ik dan weer niet. Maar dat doe ik met de reden niet. Kijk, als je me heel vaak gaat luisteren, op een gegeven moment... Ik krijg geen dopamine meer van dat lekkere nummertje. En nu, elke keer als ik hem weer hoor, dan denk ik, oh, wel een heerlijk nummertje. Maar ja, als ik hem te vaak draai, dan denk ik, ja, ik ken hem. Ik ken hem eigenlijk al wel. Ja. Ik vind jou grappig. Nou, dat hoor ik nou niet heel vaak eigenlijk. Gek genoeg. Dat vind ik ook wel gek, ja. Ik weet niet of ik echt zo gek vindt, maar... Oh, dit was niet slim. Nee, dat klopt. Oké, nou maakt niet uit. Oh, ik moet mezelf... Kleine schade kan beperkt worden. Ik kan wel die Noctel nu in mijn team doen. Heb je weer iemand dood laten gaan? Ja, nee, dit was wel echt mijn eigen schuld. Goh, alles. Alle 18, Sander. Alle 18 zijn een urfje. Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Een aantal waren ook wel bullshit. Maar de laatste paar dagen ga ik niet zo lekker. Nee, dat ben ik het mee eens. De laatste paar dagen afleveringen bedoel ik. Ja, zo'n stuk of 29. Doe nou niet zo. Dat kan ook niet, want dit is aflevering 28. Oh. Nou ja, de laatste aflevering van de vorige aftal ging ook niet heel... Nee. Nou. Ik kan me dat niet zo herinneren meer. Ja, dat ging bij jou niet zo lekker, maar bij mij volgens mij wel hoor. Ja, dat is waar.
ik zat nog te bedenken, wat is de volgende avatarlog die we moeten gaan doen? Word. Nee, we hadden toch al één? Hadden we er al één? Ik ben het vergeten. Hadden we niet de beruchte game? Black and White 2? Ja. Ja, die is wel op zich wel leuk om te doen. Voor avatarlog, juist omdat je dan... het wel haalt. Ja, ja, op zich. Ja, verder. Take down air/ habit en synchronize. Synchronize is toch een ability? What the fuck? Hoe? Magie. Hoe? Nou, ik snap er niks meer van. Je ik ben alle wel. Kennis uit Pokémon verloren ineens. Eigenlijk moeten we ook een serie gaan doen van de Dime to Pearl remakes, hè? Ja, zeker. Maar daarvoor komt nog alleen, toch? Want dat gaan we nooit zeker, redden. Zeker. Nou ja, die moet Synchronize is een power move? Of... oh, ja, maar hallo. Dat wist ik niet. Takedown. Oh, Takedown is natuurlijk ook... dan zit Headbutt. Zen Headbutt is trouwens. Niet Zet Headbutt. Nou, één voordeel. Ik kan nu vliegen. Fly, fly away. Ah. Oh, dat was 4 keer effectief. Oi, oi, oi. Ik fly to the sky. Ik werd bijna... mijn Charizard werd bijna gerekt door een Sableye die Power Jam deed. Gelukkig was het geen stab. Ja, dat is balen. Dat klonk ook niet echt gemeend. Nou, ik meende het wel. Dat klonk ook niet gemeend. Ja, sorry, maar dan kan ik er niks meer aan doen. Er zit trouwens ook nog een aflevering tussen waar ik een leuke intro deed. Volgens mij komt die volgende week dinsdag online. Nee, wow, wat een haat. Hoe werkt deze gympuzzle nou weer dan? Ja. Nou, ik snap er echt niks van. Ik ben echt gewoon een domkoppie, volgens mij. Ja. Dat klopt. Mijn IQ gaat met het moment achteruit. Nou, ik denk dat dat gewoon jouw normale IQ is. Oh. 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 Ja, nou, ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Geheime tunnel. Geheime tunnel. Ah, die snap ik wel. Door de bergen. Oké. Okay. Maar, dit werkt ook niet. Dus dan deze. Maar die werkt. Ah, die werkt ook niet. What the fuck? Soms moet je er wel eens eentje terug, hè? Oh, ja. Ah, kijk, die werkt wel. En dan kan ik met deze kan ik weer zo doen dat die wel weer werkt. Kijk eens even. Oh. Nog eentje dan, verder. Kijk eens even. Oh. Nog eentje. Kijk eens even. Kijk eens even. Kijk, dit is prachtig. Prachtig. Dit is wat ik wil nog even. Huh? Moet deze nou dan weer? Oh, je moet eerst groen doen. Oh, je moet eerst vechten. Oké. Okay. Oh, nu staat Noctil wel voorop. Dat was misschien niet heel tactisch. Roku. Roku. Het is niet eens een duif. Dat is nog wat ergst. Ja, ik kan hem eigenlijk Oehoe moeten noemen. Ja. Maar dat maakt niet uit. Nou, ik dacht... hoe heet die L van de fabeltjeskant? Toen dacht ik... ja, volgens mij heet hij gewoon L. Dat ga ik niet doen. Meneer de L heet hij. Ja, precies. Dus toen dacht ik, ja, dat ga ik niet doen. Dat vind ik dom. Nee, en dan is... en dan is Roku, terwijl die geen duif is dan een beter idee. Ja, want dat is... dat is dan een sarcasme of zo. Oh. Of ironie. Ik weet niet hoe het Nederlands werkt, maar... een van die twee of zo. Ja. Nou goed. Cryogonal is neer. Nou, dat is fijn om te horen. Dat is fijn dat jij dat fijn vindt. Ja, toch? Ja, toch? Nou. Zo'n Pillow Shrine. Oh, dat gaan we niet met deze man doen. Dat gaan we mooi met lichtpuntje doen.
voordat ik weer dood ga. En nou, toen was de Mamoswine. Toen dacht ik, ah, een earthquake. Ja, dat moet wel lukken. Met een pure fire type. Tuurlijk, ja, nee, tuurlijk, ja, nee. Hartstikke slim. Jawel toch, jawel. Nou, in my defense, ik was wel echt 3 levels hoger. Maar dat... dat is eigenlijk niet echt in my defense. Want dat staat nergens op. Nee. Het staat steeds gewoon trash. Fucking dumb. Trash. Ik ben trash misschien wel. Daar, ik zeg niet dat je liegt in ieder geval. Dat is lief. Dat is lief. Ben jij een retweet? Want jij bent lief. Oh, boom. Die snap ik niet. Nou, heel veel mensen doen toch als ze iets hebben, dan zeggen ze, oh, retweet is lief. Ah, oké. Okay. Dus. De jeugd van tegenwoordig. Ze verzinnen ook wel. Ja, ik heb het ook niet verstandig. Oh, dat is beter dan boomer humor, want dat is... En beter dan Roku. Nee? Oh, hij is weer sad hoor. Hij is weer sad. Ik ben niet sad. Kijk me lachen dan. Dat kan ik toch niet zien? Ja. Ik vond trouwens wel disrespect. Ik deed een supercoole kaarttruc. En toen deed jij zo van... Ja. Ik weet niet of je die comment van mij ook al gelezen had. Maar dat, het zag er wel grappig uit eigenlijk. Volgens mij wel, ja. Stiekem hoor, maar... Nee, dat was echt disrespectvol. Ik snap ook niet dat ik toch dacht van ja, ik ga het toch met hem opnemen. Nee, snap ik eigenlijk ook niet. Ben je al bij de gymleader of niet? Nee, de ene laatste mannetje. Chill. Die doet ze van, hé, ik wil ook vechten. Kom vechten dan. En dan doe ik zo van, nee. En dan doet hij zo van, jawel. En dan doe ik zo van, oké. Oké, beer tegen beer, let's go. Pangoro tegen Bertik. Kijken wie de echte beer is. dat denk ik. High School Crash. Gaat niks doen. Straks is het een vet goede aanval, terwijl ik denk dat het een trash aanval is. En ben je dood? Het kan erger, maar kan ook zeker slechter. Oh, als het nu een crit is, dan leef ik op 10 HP. Oh, niks aan de hand dus. Nee, ja. Denk jij dat ik niet ga healen als ik niet ga overleven van een crit? Tuurlijk nou, niet. Zo ben je wel. Anders zet je niet al 17 doden of 18 doden. Dat heb ik vorige afleveringen misschien ooit een keer per ongeluk gedaan. Misschien wel een aantal keer. Maar... Waarom is het opeens stil? Wat? Hoezo? Oh. Ben je iemand dood? Hey. Ja. Hey, Vanille. Ja, die beert ik. Die beert is doodgegaan. Oké. Okay. Maar, ja, ik was eventjes 2 minuten stil voor de gevallen beertiks in de... Oh, dat is het. In de Vietnamoorlog, zo. Zal ik jou trouwens iets kuts vertellen? Ik ben mijn hele vakantie bezig met Shiny Pincurchin hatchen uit eitjes. Masuda met het. Dat is 1 op 512 en ik zit nu al op 1100. Auw. Ja, ouwe is wel... Oh jee, geen crit. Hé? Oh, ik moet groen doen. Ik was bijna dood. Mijn Charizard leeft op 5 HP. Gelukkig. Dat klopt, ja. Maar zeker weer niet geloofwaardigheid of... Nou, ik had er nu deze keer niks van gezegd. Maar nu jij het zei, dan denk ik niet dat je het geloofwaardig... Nee, ik bedoel dat juist wel geloofwaardig. Ja. Didn't have any effect. Oh, je hoeft hier maar 1 keer te klikken. Oké. Okay. Goed. Pak 1 keer. Blokkoe. Oh, mijn game loopt ook vast. Dat ga ik niet nog een keer zeggen. Oké, okay, duidelijk. Zo leer je van je lesje. Ja. Hey, Jim Lido, hoe is hij, boy? Hoe gaat hij met je Jordi's? Hij zegt niks over. Hoe gaat het met je Jordi's? Ja, de Furfru, dat is Jordi. Oh ja. Exact ook gewoon, 1 op 1 replica.
Nou denkt hij dus dat we hem complimentjes geven. Maar dat doen we dus helemaal niet. Furfum is kut. Maar hij denkt dat hij leuk is. Sander, ben jij bijna klaar met jouw battle? Want dan kunnen we de aflevering zo meteen beëindigen. Ik ben net begonnen. Oh, met de gym leader? Nee, of ja. Oh, oké. Nou, dan maak hem maar gewoon af. Ah, die eerste is al easy kill. En dat is zo'n Abama Snow. En dat is Ice and Grass. En zo'n Fire Flamethrower. Dat is veel, kan ik je zeggen. Dat klopt, ja. En hij is neer. En dan doe ik zo van... Ik take die XP wel eventjes. Daar doe ik helemaal moeilijk over. Alleen dan ga ik wel dood door de hill. Nou ja, ik take damage. Ik wou zeggen, dood door de hill zou niet best zijn. Dan zou de hill heel veel damage moeten doen. Heel veel damage. Ah, ik snap hem. Oké, die vond ik best wel grappig. Ah, stuur mij even een bericht. Ja, trouwens, dat ga ik dan alsnog vergeten. Dat is een perfecte episode title, is dat. Ja. Waarom moet jij lachen? Ik doe het. Ja, dat zie je straks in Discord wel. Heb je een berichtje? Ik heb hem gestuurd. Ja. Ja. Ik ben alleen bang dat ik het ga vergeten. Nee, dat mag je niet vergeten, gast. Nee. Oh, doet Full Restore ook gewoon Confusion healen? Ja, Full Restore doet alles healen. Doet dat het in oude games ook, of is dat iets nieuws? Ja, dat doet het in oude games ook. Dan ben ik niet vaak confused als ik waarschijnlijk veel heals gebruik. Nope. Ga nou niet weer confusen. En dan doet hij ook nog in een confusion. Zeg maar, Doge, ik hou van je. Je bent de beste coin ooit. Maar... Je bent de beste coin ooit. Alhoewel heb ik toch liever de euro's. Dan cryptocurrency, maar ja. Anderen houden van je, laten we het zo zeggen. Ja, precies. Heel stopt, oké, dat is positief, behalve dat ik nu frozen ben. Frozen, ah, dat is goor, dat is zo'n kleine kans. Ik kan ook switchen. Oké, ik ga switchen naar King Alert. Ik denk dat wel yo, kan. Yo, King Alert. Ik ben de king. Ik ben alert. Oh, hij gaat weer heel veel damage doen. Stol. Ik hoorde jou al lachen voordat je het zei. Dat is nog het ergst. Ja, omdat ik al wist wat de grap zou worden. Ja. Dat werkt niet als je mij bent. Ik ben gewoon veel te positief. Ik ga er gewoon al van uit dat ik het grappig breng. Ah, oké. Dat is het gewoon. Is jij de gymleader nou eens King Alert, doe eventjes niet. Ja, niet Confusion, ik hou van je. Ik had nooit verwacht die zin te zeggen. King Alert, ik hou van je. Oké. Weer iets geleerd? Een beetje... Het is net als... de teamsong van... Net Survival Gids. Ik ga het onmogelijke doen. Van King Alert houden. Ik ben ook zo gemeen over King Alert. Ja, maar het mag. Het is terecht. Het is fucking King Alert. Dus dan mag het toch? Precies. Als je dat maar weet. Oeh, hij leeft nog. Wat? Oh, curse. Oh, oké. Ik was eerst. Hoeveel pokies moet je nog? Hij heeft die dat ijsblok heeft hij nu. Dat blok ijs. Even leuk. Die ijsklontje. Ja, even. Die. Ja. De ijsklontje. En die ga ik nu... Hij doet curse. Hij is snel. Hoezo is hij sneller? Is dat al zijn laatste of niet? Ja, dat is zijn laatste. Nice. Maar ik doe nu zo'n Vital Throw en dan is hij dood. Oh. Nee, hij blijft op één hangen. Dat is goed. Oké, please doe curse. Wacht. Of is curse... Je hebt twee cursen. Maar als je toch je speed omhoog gaat van een curse... Dan... Zeg maar, diegene die de stats change... Die zorgt toch niet dat je altijd op 1 HP blijft leven? Nee, volgens mij niet. Nee, dat dacht ik dus ook. Dat is die ander. Dat is de vraagteken. Type. Maar dit is de normal type of de ghost type. Oh nee,
Ik wacht even tot je klaar bent. Nee, Avalanche heeft me gekild. Hier kon ik niks aan doen. Wie ging er dood? Dit was bullshit. King Alert. Oké. Nee, maar hier kon ik echt niks aan doen. Ik geloof je, Sander. Shit, en Doge is frozen. Nu ben ik mijn enige gast die hoger level was kwijt. Toch kan je niet. Ja, Curse, doe dat maar. Heb je geen... Oh, hij heeft natuurlijk super hoge attack stat. Dus daarom deed hij zoveel. Heb je geen Pokémon met Quick Attack? Ja, maar dat gaat niet killen van half. Oh, ik dacht dat hij nog maar 1 AP had. Ja, maar op een gegeven moment had hij Hyper Potion gedaan. Oh, dat is wel goor. Ja. Nou, hij is nu wel dood. Dus ik heb nu verslagen met 1 def. En ik ben best salty over. Maar dan moet ik eventjes offscreen Scrafty trainen. Want die heeft dezelfde typing. Dan heb ik hem in principe niet heel veel verloren. Slim, slim. Dus ja, ik zou zeggen, sluit de aflevering lekker af. Ja? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Vergeet zeker niet op Sander's kanaal eventjes te checken. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik je de volgende keer weer. Adios, amigos. Ja.